Broeders en zusters, beste ASAP-familie. Is het u eens voorgekomen dat u niet de juiste woorden had om te uiten? Of dat u gewoon niet precies wist welke wat u wilde hebben? Elke keer wanneer wij gaan bidden, moeten wij de Heere vragen om ons te vullen met de Heilige Geest. Niet zomaar, omdat het de Heilige Geest is die ons zal leiden in het gebed. De Bijbel zegt in Romeinen 8 vers 26. En evenzo komt de Geest onze zwaktheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtigingen. Zo, broeders, zusters, ASAP-familie. Wanneer wij dus gaan bidden en we niet de juiste woorden hebben, vergeet niet, wij kunnen niet een gebed hebben zonder de Heilige Geest. Laten wij altijd de Heilige Geest uitnodigen, God vragen om ons te vullen met de Heilige Geest, zodat Hij ons kan leiden in ons gebed. En vergeet niet, ASAP, always stop and pray.